Hallo mensen van Knarf Tretsom, dit is weer een nieuwe Survival Island aflevering met Tim. Ja. Oh, lang geleden. Ja, we hebben wat spullen teruggecheat van wanneer we nog serieus met deze serie bezig waren. Want ik vind dat we heel... Wanneer nog niet alles verkeerd ging. Ja, ja. Dus ja, we hebben ook Mo' Creature eruit gehaald trouwens. Het gaat nu veel eerlijker in ieder geval. We hebben Mo' Creatures die werken niet meer. Wat wel nieuw is, we spelen nu op de nieuwste Minecraft Snapshot. Dus er komen elke keer nieuwe dingen bij. Mm-hmm. Want Mo' Creatures deed gewoon echt eeuwig om te updaten. Was telkens 1.2.5. We gaan gewoon, weet je wat we gaan doen? We gaan verder minen. En dat is handig als we dat gaan doen. Wat is dit hier? Wie heeft dit gemaakt? Wat? Dit kamertje. Geen idee, wij niet toch? Maar we maken hier onze netherport lijkt wel. Kunnen we dat doen? Uiteindelijk. Maar we hebben in ieder geval alleen de belangrijkste spullen die we al hadden voordat ik dood ging. Omdat het niet serieus was en zo. Mm-hmm. Die hebben we terug. Maar voor de rest gaan we gaan niks meer cheaten. Oh, nieuw geluiden man. Ja, dat is veel mooier. Volgens mij ook als je blokken neerzet is het nieuw. Ja, en dan heb ik een nieuwe bos. Even luisteren, even luisteren. Waar ben je trouwens helemaal heen? Oh, ben je dan naar beneden? Hè? Nee, ik was nog even in die kamer. Kom, waar ben jij? Ik ben helemaal beneden. Oh, wacht. Je bent wel heel ver. Ben je naar links gegaan? Gewoon weet al een normale route. Hier zo. Okay. Ja. We hebben een SpongeBob liedje in ons hoofd. Cave Orks, die zou ik eigenlijk wel gaan missen hoor. Living in the sunlight. Ja. Yep, yep. Dat hebben we in ons hoofd. Hey, slime. Zal ik slime pakken? Slime? Ja, ik heb een slimebal. Hier is een bed trouwens. Ah. Hier is een vleermuis. En een zombie. Waar? Een vleermuis. Waar is die vleermuis? Waar? Ik zag hem net, ik zag hem, ik zweer het. Ik wil die vleermuis echt zien. Oh, daar is Creeper. Ik zag hem net. Waar is hij? Oh, daar! Kijk achter je! Wacht. Oh, ik zie daar nog één. Hier is nog een vleermuis. Oh, ga weg! Ze doen niks. Ze zijn nauwelijks gewoon. Ze zijn nauwelijks friendly. Ik weet niet wat er straks mee gaat gebeuren. Creeper! Oeh. Die ontploft erbij. Oh, pas op! Hoppa. Zo. Oh, nog een bed. Oh. Viel die je aan? Oh, dat is die skeleton. Je hebt ook trouwens nieuw geluid hoor, dit. Oh, dan hoor je ze ook echt dat je tussen de botten al raakt. Dat is wel chill geluid. Oh, ik heb niet genoeg voedsel mee. Altijd, hè? Ik heb wat vis. Hoeveel? 9. 6 cooked heb ik. Ik heb het toch niet. Ik heb ook 9 gekookt. Wacht, we gaan even naar beneden. Oh! Auw! Wat? Ik ben aangevallen door een zombie. Ah, wel jammer dat die Mo' Creatures er niet meer zijn. Ja, uiteindelijk zullen we kijken wat we er gaan doen. Misschien wachten tot 1.4 en dan misschien verder gaan met de mods. Ja, we moeten even alles kijken. Nog heb. Als alles gaat. Oh shit! Weet je wat misschien een goed idee is nou? Nou? Als we nou eens naar de Nether straks uiteindelijk gaan ook. Ja, we gaan wel even even voortgang boeken in deze serie. Iets beter aan de slag. Niet meer met Dit is Jan TV, sowieso niet. Dat sowieso niet meer. Dat kwam, ging alleen maar terug op, dus dat was helemaal geen succes. Het is echt vreselijk uitgepakt. Maar hoe we op het idee waren gekomen was ook wel, ja. Ja, we waren gewoon melig, dat is het. We kwamen echt op de domste ding uit, en, ja. Was ook het ergste idee. Dat om er nu nog aan te denken, echt vreselijk. Wauw. Ja. Ik had er ook niet meer aan gedacht, en nou beginnen we weer en aan het denken eraan. Ja. Ik heb geen toortjes. Ik heb wel goede spullen. Ik heb nou wel kool gevonden, ik heb nou al best wel wat kool. Welk nummer is toortje eigenlijk? Weet niet. Want die had ik ook nog, dat weet ik. Ik heb ook iron gevonden. Maar heb jij een. Jij hebt ook Diamond Pickaxe bij? Ja. Moeten we dat even obsidian gaan halen? Weet je waar je bent? Oh, ik was wel ergens met veel obsidian. Ja, ik ben er weer. Ja, haal dat even dan. Dan kunnen we lekker een portal maken en dan kunnen we
Oké, zit hier... Avontuur. Waarschijnlijk zit hier heel veel... op avontuur. Oh shit. Nou ja. Oh shit. Oh, ik viel bijna in het water. Is ook niet erg in het water. Hè? Huh? Ja, in de lava bedoel ik. Denk aan. Erg. Oh. Maar ja, we kunnen dat eigenlijk op zich wel doen. Gewoon vanaf 1.4 verder opvatten. Mm-hmm. Dan hebben we al onze spullen nog die we nou halen. Ja, dat wel. Dat is oké. Okay. Oké, wacht. Ik moet even voorzichtig doen. Lava heeft ook een nieuw geluid. Meer zo'n blub blub geluid of zoiets. Oh. La la. Oh ja, het hier. Oh, ik heb dat stomme lied in mijn hoofd. Ik weet niet meer hoe we erbij zijn gekomen. Maar... pas op, hè, er zit lava onder. Oh, meer dat die lava zit? Hè? Huh? Ja, onder die obsidian. Oh. Even kijken wat hier aan de buurt is allemaal. Shit. Oh, F13 is ook wel anders. Wacht even. Noord, west, south, east. Waarom kan ik niks erop klikken, man? Gek van te worden. Ik heb denk ik een betere plek gevonden dan voor dinges. Voor obsidian. Ja, dan zag ik net ook een goede plek. Dus even lekker lang deel doen. Even niet kijken naar de tijd, gewoon lang doorgaan. Dat is goed. Hier, volgens mij ook. Ik kan ook goeie halen. Ik zal even het water blokkeren bij jou. Ja, ik denk dat hier ook nog gewoon lava onder het water zit, ja. Oh. Maar we kunnen altijd het water weer naar beneden laten stromen, hè? Ja, ik bedoel dat hier nog lava onder zit. Oh, 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 oh! Met dek dit is allemaal heel makkelijk. Maar ja, ik heb wel, ben wel blij dat deze serie terug is en we gaan nu echt even aan de slag ermee. Het is echt goed uitpakken een serie. Zit die lava onder? Nee toch? Dan kijk zo wel even. Nee, maar daar zit steen onder die in die nou had. Ik en Tim gaan ook een serie starten op Dagelijks AD. Mm-hmm. Oh, dus David Games bedoel ik Dagelijks AD. Dagelijks AD, ho ho. Ik denk de helft dat niet eens bekend. De helft denkt, huh? Dagelijks AD, nou. Is dat terug? Dagelijks AD was de voorganger van dus David Games, kan ik zeggen. Ja, dat wel. Dat was van Dit is Milan en Spooky 161. Dat was toen een het grootste community kanaal, een beetje van Nederland, voor games. Mm-hmm. Dat was ook een hartstikke mooi kanaal. Maar ja. Ik vond het wel echt goed toen, hè. Het is een beetje op een jammere manier geëindigd. Mm-hmm. Maar ja, nou hebben we dus David Games en Spooky 1611, dus... Dat zijn de een van de grootste gamekanalen op dit moment. Van Nederland. Volgens mij is dus David Games gewoon de grootste op dit moment. Ik kan geen andere denken in ieder geval. Shit, ik viel. Wat is er nog meer? Ik kan ook niks bedenken nu, echt gewoon niks. Grote kanalen die wij hebben in Nederland, ja. Volgens mij is Bardo de grootste YouTuber. Dat wel, iets van bijna 100.000 subs gewoon. Daar gaat hij echt heen. Er is geen één Nederlandse YouTuber met 100.000 subs, toch? Bardo heeft volgens mij wel 100.000 subs, toch? Heeft hij het al? Volgens mij wel, al lang. Ik zal eens kijken. Kijk even, want het Obsidian duurt toch wel. Wat is het? Bardo of Banjo Town? Banjo Movies. Oh! Nee, 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 nee! Oh man, ik ga stuk. Banjo Movies. Geniaal. Nee, je hebt 95.000 subs, dus... Nou, dat duurt. Nog 5.000 man, dat duurt echt niet lang. Oh, frame lag. Oh shit, wat heb ik gedaan? Gast, ik heb al 11 obsidian, hè. Hoeveel heb je er nodig? 10? Maar mag boeien. Ik ook, ah, dan? Om dat hele ding te maken, toch niet 10? Nee, dan heb je 14 nodig. Oh shit, wat ben jij dat? Oh. Ik pak er gewoon 14. Ja, dus dan maken we de rest van de enchantment table. Moet je ook nog hebben, hè? Ja. En uiteindelijk voor de beacon. Dat is ook een nieuw blok wat is toegevoegd. Hoeveel zou ik gewoon meenemen? 17 of zo? Ja, doe maar iets. 20 gewoon. 20. Dan hebben we er genoeg. Ah, laat maar. Zo genoeg.
Kunnen we de nether in? Nee. Kunnen we kijken voor de nether, voor die netherhoofdjes. En dan kunnen we gewoon genoeg hebben, man. Ik zit eraan te denken, als we de widder willen verslaan, dan hebben we bijna geen ruimte, want ons eiland is... De wat? Nou, de widder is een nieuwe Minecraft boss. Van de widder krijg je een netherstar, en de netherstar kun je een beacon van maken, van de beacon krijg je een hele grote, ja, allemaal enchants die je normaal niet kan krijgen. Nice. Zodat je beter kan minen en al. Oh, wel vet. Veel van, maar er zitten best wel vette dingen, en hoger kan springen en al die dingen. Dat is wel vet, man, een survival island update ding dit. Eigenlijk. Het is allemaal nieuw. Oké. Maar er zijn eigenlijk niet zoveel leuke mods die je online kan. Ik heb er 18 bijna. Is het dan genoeg? Ja. Is het dan genoeg, ja. En we hebben ook diamonds, dus we kunnen daar een enchantment table misschien maken. Oh nee, die boeken zijn ook zo kut. Daar moeten we ladder voor hebben. En hoe de fuck gaan we uit een ladder komen? Aan wat? Ladder. Ladder. Gewoon kunnen we niet aankomen. Leer bedoel je? Ja, we hebben geen koeien. Shit. My god. Ja, ik heb al gekeken voor het de biome te veranderen met settings dinges. Oké, ik heb er bijna 20 al. Als we 20 hebben, gaan we naar boven, oké? Ja. Oké, en we gaan. Maar stoel die kraak zo. Ja, we gaan naar boven. Oh. Oké. Zet het even in de reacties als het Minecraft geluid te hard staat. Ik vind het wel goed zo namelijk. Oh, was jij dat? Nee. Oké, hier moeten we dus niet. Oh! Hier moeten we dus niet heen. Ik hou er wel van als het geluid lekker hard staat in een serie eigenlijk. Toch? Ja, het is wel leuk. Ik vind de nieuwe Minecraft sound. Ik vond ze eerst. Ja, ik vind ze beter dan. Maar dat was heel wennen, dat wel. Ze zijn ook veel beter. Ja, soms waren ze echt heel irritant. Zoals die eetgeluiden blijven irritant. Maar... Of dat drinkgeluid. Dat is een slurp. Dat ik helemaal nergens over gaat. Waar kwamen we vandaan? Ja, ik wil even weten waar ik toen dood ging. Nee, dat hoef je niet te weten, want dan ga ik weer dood. Laten we het niet. Ik heb met die lava hier allemaal ook niet zo'n goede ervaring, dus. Oh ja, een professioneel lava zwemmer. Oh, volgens mij was het hier ergens in de buurt. Oh, loop ik al. Kwamen we hier vandaan? Hè? Huh? Nee, hier gaan we volgens mij alleen maar verder naar beneden. Oh shit, een creeper. Kunnen we even kijken of we hier weer naar boven kunnen ergens. Ik heb hier dat water afgeblokt toen. Oh, hier, oh ja, die... ging ik hier nou dood of wat? Oeh. Even doorkijken. Ik ben helemaal de weg kwijt, zeker was het. Volgens mij ben ik wel heel ver nu. Ik ben nog verder volgens mij, Tim. Nog verder? Tim, hier zijn we nog nooit geweest. Wel. Waar ben je? Wel, hoe ben je er gekomen? Hier zijn toortjes. Hier zijn we wel al geweest, maar het kool is niet gepakt. Oh shit. En daar ging het kool. Oh, je bent boven mij. Kijk eens. Wat? Je bent boven mij. Oh shit. Oh, daarom komen dus al die zombies vandaan van ja. Oh, een potato! Huh? De zombie dropt een potato. Nou hebben we potatoes. Kan je dat farmen? Ja. Wat ben je, Tim? Oh, jij bent nu naar boven, ik naar beneden. Ja, ik ben al onder. Hier. Kijk. Kijk wat ik heb. Potato. Oh. Hier, zullen we deze straks gaan farmen dan? Maak even een mooie farm. Droppen ze ook niks, die vleermuis. Nee, nou niet. Ja, er wordt allemaal toegevoegd op het einde. Auw. Daarvoor zijn de snapshots, hè. Hey, kijk. Hey. Dit is een heel party hier. Dood. De party komt nu een einde aan. Oh! Word jij aangevallen? Nee, jij sloeg mij de hele tijd. Oh. Oh, waar zit hij dan? Ik heb geen idee wat dit allemaal is. Het was iron. Kijk, samen, we maken nou een heel groot proces in Survival Island. Hier ben ik volgens mij ook al 100 keer in gelopen. Ja, dit is die, die gang die nergens naartoe leidt. Ik vraag me af hoe van die zombie skills kunnen komen. Maar gaat het gewoon niet meer verder, die mine hier? Ik weet niet, uiteindelijk gaan we toch gewoon een tunnel maken. Met diamonds en dan... Ja, komen we vanzelf wel.
Hop. Wat is hier dan? Dit ken ik allemaal al, maar toch wil ik kijken. Ik kom net van af. Ik weet niet, maar dit doet me zoveel denken aan een andere plek die ik in een andere server had. Noem dat déjà vu toch? Ja. Déjà vu. Waar moeten we heen? Dat is het. Ja, we moeten even iets verzinnen om. Shit, ik had eerst minimap, ja. Speel op de snapshot. Oh ja. Hier misschien. Hier is trouwens ook gold. Waar ben je nou? Hier. Oh. Hier misschien heen? Tja, het moet uiteindelijk wel naar beneden gaan of nou ja, dat niet. Hier is licht. Is iemand hier geweest? Nee. Kom dit is hier. Dit is nieuw. Ook even die iron hier. Oh shit, skeleton. Au, lul. Oh. Oh. Hey joh. Kut laat. Dood, dood. Nee, ik maak het alleen maar erger, die lava. Sluit me buiten. Ik kan gewoon omlopen hoor. De andere kant is ook nog iets, hè? Hey. Ik haat lava echt zo erg. Shit. Wat? Ja, ik viel bijna. Oh, hier is allemaal nieuw. Auw. Hey, hier ben ik net. In Tekken vind ik lava echt chill. Mm-hmm. Ah, ik stroom vanaf. Met geothermal heet dat volgens mij. Jullie met knaf treffen al toch gewoon nog steeds solar gepowered. Hey jongens, kunnen jullie even in de reacties een parodie, iets van een parodie opschrijven? Ik weet bij echt inspiratieloos gaan jongens. Ja, vinden jullie het erg als het een beetje nergens op slaat, die parodie? Of moet het echt gewoon weer bam zoals die vorige? Echt, die was echt goed uitbedacht. Die duurde echt vet lang om te maken, die vorige parodie. Nee, die hebben we in één dag gemaakt. Wat moet ik zeggen? De hele dag zijn we bezig geweest. Eén hele dag. Alleen die tekst, dat iemand anders. De tekst vind ik gewoon zo moeilijk. Dat is het. Alles van een parodie is makkelijk, behalve de tekst. Nou, we waren eerst toen bezig met de parodie, en wist je toch? Ja, eerst drie zinnen, daarna nog meer aan het werk. Dat heb ik zo vaak dan begin. Oh, wat een kutgeluiden van Experience. Ja, dat level omhoog, dat ja. Nieuwe. Nee. Dat is van de Jokbox-geld, hè? Ja, hè? Kunnen ze dat toch van, weet het? Jezus. Maar dat kunnen ze toch mag van die toch wel? Christom. Ja, ik weet niet, want de modmakers, die ownen, je hebt de rechten van dat geluid. Want het is van een soort crystal mod. Dus ze maken gewoon crystals en dat is één vliegend ding, dat vliegt daar rond en dat is precies dat geluid. Precies hetzelfde. Ja, straks misschien hebben ze gewoon toestemming gegeven. Ja, ik kan zeggen, misschien hebben ze daar gewoon toestemming gekregen van Mojang ofzo. Mm-hmm. Ja, dat zal wel vast zijn. Oh shit, de creeper. Nee. Weg. Wow. Ja, ik dacht Je bent spijtig. Nee, ik wist dat het blauw. Auw! Ik liep er middenin. Nog een! Shit, maar dit kennen we wel weer, hé. Mensen, dit ziet eruit alsof we het allemaal kennen. Hier komen we net vanaf. Oké, we zijn dus echt verdwaald. Hé, wat is hier dan? Waar? Laat maar. Zag ik iron? Ja. Jezus. Volgens mij is dit hier misschien iets. Hier is nog een nieuw gedeelte. Hey. Oké, wacht. Hoppa. Cut bed. Hier. Ja. Sorry dat we geen toortjes plaatsen, die hebben we niet. Doodlopen. Nou, ik blijf het even uitgraven. Misschien dat er iets is. Oh. Hey joh. Welke skeleton? Of deed ik dat zelf? Ja, dat deed ik zelf.
Wow, Tim! Wat? Wat is er? Dit was echt chill. Dit was chill. Kom eens. Tim. Ik kan niet, Tim. Zie je mijn naam? Kom. Nee. Kijk, ik kan mijn naam zien terug. Oh ja, hier. Je zei, ik zei toch dat ik dat moest uitgraven? Even wachten. Mijn auto komt uit. Oké. Huh? Hij beweegt. Huh? The fuck, is dat een glitch of zo? Is dat trouwens van dat dubbel F5 werkt? Is dat nog steeds? Nee, dat is niet zo. Dat als ik sla, dat hij zijn arm beweegt. Nou, dan ga ik alvast even kijken. Oh! Oh, er is vast niet zoveel nieuw. Alsjeblieft, ga door. Niet stoppen deze gang. Alsjeblieft. Shit. Fucking weinig dit. Nou, dan explore ik deze lava ding nog even. La. En Dora, doe je ook gezellig mee, treuzel niet en kijk meteen op de kaart. Op de kaart. Hallo? Hoi. Een Minecraft crash, nee. Ah shit, even opnieuw opstarten. Jij nam me ook op, of niet? Ja. Hallo. Hallo. Het laat. Boeien. Oh shit, dat... nu neem je niet op dan, hè? Ik zeg gelijk hallo wanneer je niet opneemt. Slim. Wanneer je Minecraft crasht. Nu neem ik weer op. Hallo, okay. Mensen. Hallo. Mijn ouders kwamen thuis, dus ik wist ook dat ze dan binnen, precies binnen zouden komen. En proberen te komen. Oké, maar vertel het. Ik ben weer in die grot. Nou ja, dat was in ieder geval dat ik dat uitgraafde en dat ik in één keer... Oh, dat lavaborrel is ook nieuw, of niet? Ja, dat bubbelt. Vind ik echt chill, dus kan je bubbelbad maken. Nou, niet dat veilig is, zomaar. Lekker warm. Nee, een beetje te warm. Te warm. Oh, het gaat wel lekker ver door, man. Maar ik ga hier even heen. Hop, hop. Op van Gangnam. Oké, zeggen. Op een Minecraft staan. Op een Minecraft staan. Minecraft staan. Oh, dit is ook nieuw. Wat chill hoor, als het doorgaat allemaal. Wat de fuck is dit dan? Oké. Interesting. Oké. Dirt. Kijk eens. Nice. Toch nog iets waardevols gehaald. Oké, nou moeten we echt terug naar boven gaan. Ja. Wat dan, heb je honger? Nee, ook. Nee, dat was zonde. Wat? Wat heb ik gedaan? Ah, gewoon redstone in lava. Ach ja, dit is redstone. We zitten op een eiland. Niks opgepakt. Wop. Oh, wat ben ik onhandig. Oh. Ik kan die potato niet eten, want die heb ik eigenlijk nodig. Ik heb een potato. Hier, Tim. Oké, ik zit er al goed. Oké, nou moeten we gewoon terug naar boven.
We kunnen gewoon een gat naar boven graven, hè? Ja, ja, het... kan ook. Doe dat wel. Eerst hier nog even kijken, wat is dit? Of is dit niet nieuw? Maar als we naar boven gaan, recht, dan komen we in het water uit, hè? Ja, maar we kunnen toch aan het eiland zwemmen? Oké. Niet zo erg. Gelijk lava boven ons. Hè. Oh, je sluit mij in! Wat bedoel je? Nou, je stapelt omhoog. Ja, want dat wilde je toch? Ik bedoel een trappetje maken. Gewoon zo'n trappetje. Dan moet ik gewoon achterlaten. Ik dacht, we doen het allebei gewoon zo recht omhoog. Ik heb toch mijn skin opeens weer. Wat? Skin. Maar bij mij heb je de hele tijd al je skin en ik heb die van mij ook. Ja. Duip. Arrows. Echt de nieuwe dingen van hem in 1.4 wil zien. Ze de scary update, de Halloween update. En het voelt goed. En maar daar kan er geen parodie op doen, want daar is geen instrumental van. Wat? Welke? Hey, ik heb heel lang gehad, vroeger als parodie, heb je even voor mij, heb je eten voor mij. Maar dat is echt zo'n kutlied, daar wil ik echt geen parodie op doen. Heb je eten voor mij? Nou, wat voor liedjes kun je parodie op doen? Nou, zoveel. Ja. Dat is nou echt een chill liedje. Maar dat moet ook wel rijmen, hè? Hey, ik ben wel even in een cave beland, hé. Een beetje cool. Ga ik wel even verder. Dat was... Ah shit, daarmee heb ik mijn vingers kapot. Hier. Daar wilden we eerst de parodie op doen. Dat willen we nog steeds, denk ik. Maar... Oké, jongens, ja. Sorry dat jullie nu even niks zien, want het is even... Wat doe je nou? Ja, jij moet gaan graven. Ik heb geen pickaxe meer. Oh, dat was hem. Hier, oh ja, daar ook. Hoe doe ik dit, man? Hoe doe ik dit? Auw! Wij zijn op survival of zoiets. Oh, oh, spoiler. Zo. Ja, spoiler. Zullen we dat doen? Of zullen we daar gewoon mee verder gaan? Daar gaan we gewoon mee verder, hé. Project waar we echt eeuwig mee bezig waren. Nou, ronden we dat vandaag gewoon af. Nou, dat zal me nou niet meer lukken. Moet ook wat Daan en Duncan er weer bij hebben. Graaf naar boven toe. Yes, sir. Als het pik is kapot is, dan zitten we hier voor eeuwig vast. Gewoon met de hand. Het is ergens als we daar ergens uitkomen, gewoon boven. Gewoon een stuk normaal land. Graven, graven. 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 Waarom gaat het niet kapot? Zwemmen. 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 Oké, okay, waar is het eiland? Daar. Hier is een stuk normaal land. Zie je het land achter ons? Dat is nog een mooi land, het Alpha land, je weet wel, een beta Minecraft. Echt? Ja, dat is nog een stuk mooi land. Hij zit ook niet op Survival Island. Dat is zo'n eiland ook niet, dat zijn cactussen. Ja, dat staat op ons eiland. Zie je? Naar ons huis, als je nog goed kijkt. Ja, ik zie nog niks. Dus... Staan die cactussen op ons eiland? Ja, hier, up, fruit dan. Helemaal niet. Wel. Oh ja, nu wel. Bij mij laat hij weer iets later, dus. Daar hebben we wat aan inkt? Voor boeken. Kunnen we boeken schrijven? Kunnen we boeken? Welkom dan. Nee, kun jij nu Harry Potter boeken schrijven? Wat kunnen we met ladder? Wat konden we ook weer met ladder? Boeken maken, maar we kunnen geen ladder krijgen, hè? Chips eten. Maar ja, gewoon een koekje. Auw. Hoi. 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 Je hebt een bot in je hand. Ik heb een pijl in mijn hand.
Ik heb ook een pijl naar mijn hand. Hé joh, wat doe je man? De redstone construction. Oh wacht, autoclicker hebben we ook nog. Oh, wat geluid man. Nou, we zijn terug. Oké, nou laten we die potato in de grond doen. Daar komt hij hoor. Oh, echt zo mooi. Oh. Wow. 4 potatoes. Oh. En deze zijn trouwens ook al klaar. Nog een keer 4 potatoes, wat zijn opgelicht. Verdomme. Kut, sorry. Kut. 3 potatoes. Oh shit, autoklikker. Oh. Ik heb 6 potatoes, hè. Oh, je hebt mijn potatoes gehad. Oh, zelf Opa. Maar half. Hey. Jij moet ook koken, hè. Oh. Ik dacht al, het is niet lekker, dit is rauw. Rauwe Wat hebben we trouwens aan wiet? Want we kunnen brood, we gaan potatoes kweken voor het. Zullen we dat gewoon doen? Mm-hmm. Alles weg. Potatoes. Vind je lekker dat. Zo. Ja. Ja, fact. Ja. Oké, okay, wat moesten we net een portal? Toch? Daar kwamen we. Oh, spin heeft nieuw geluid hoor dit. Het lopen. Dat heeft iedereen. Nee, dat de spin loopt. Dat ben jij die loopt, hè, dat je het weet. Mijn gast, luister even goed. Luister naar die spin, hé. Oké. Okay. Ja, dat vlak een beetje dat slime geluid. Nee, luister. Nee, ik ben er. Hoor je dat? Dat hij over de grond loopt. Zo'n geluid. Dat is iedereen, dat is het zandgeluid. Dat ben jij die loopt. Dat is zandgeluid. Maar met de spin is dat anders, toch? Ah, ja, ik weet niet. Doe even de dinges in de... Ik heb die spin gewoon laten vallen. nu is die... Weet het? Heb je genoeg voor netherportal om te maken of die? Ja. Hier beneden. Waar? Hier zo. Oh ja, daar. Zet jij even de poort gewoon hier zo tegenaan. Aan de ene kant. Waar? Weet hoe je het moet, hè? Deze kant, denk ik. Of deze kant, dat is maar. Ja, en Hij is niet... Ik zal het in het midden, maar ja. Hij moet niet 3 breed, hè? Weet ik. Nou, gewoon... Je kan hem precies toch zo bij, als je zo bouwt. Ja. Oké, dan gaat hij. Oh, mooi geluid. Mooi geluid, zo. Geluid. Oh, dat is nieuw dus. Aansteekgeluid. Ja, dat vuur doof geluid is weg. Wow. Wow. Ik heb te weinig levens om er nu in te gaan. Ik ging er niet eens doorheen. Oh, wel. Het is zo lelijk. Nog steeds een beetje lekker. Ja, altijd. Te veel lava wat er zit. Maar hoe kan ik dan eten nu? Zal ik even... Kom, we gaan weer terug. Flut nether. Nou, we hebben de nether gefixt in Survival Island. Dat was ook één objective wat we moesten doen. Nether. Hoppa, dat is ook klaar. Vaag geluid, man. Oké, en nu? Wat moeten we nu doen? Het is ook eens tijd dat die werden afgehakt. Wat is het volgende doel nou van het Survival Island? Ik heb geen idee, zet het maar in de reacties. Mm-hmm. Wat moeten we doen op het Survival Island? Mm-hmm. En dan zien we je de volgende keer. Doei mensen. Zullen we gaan? Joost. En zet even ideetje voor de parodie in de beschrijving. Oh, nu gaan we dit de hele tijd horen, die nether. Ik hoor het nou niet, toch? Oh, ik had het wel. Wow. Nou, bedankt voor het kijken. En duimpje omhoog. Zorg dat deze video... Ja, ik wil graag dat dit weer even een keertje goed duimpjes haalt. 150 duimpjes.
Dat zou heel chill zijn. En check Tim's kanaal. De link staat in de beschrijving. Tot de volgende keer. Doei. Yo, doei mensen. Dit is voor die Ponyman. Dat is wel iets speciaals bij zo. Een speciale oor. Dat willen we even testen. Moet ik, hoe diep moet ik gaan? What the fuck? Tim, heb je wel backup? Nee. Tim! Oh nee! Oh man! Tim!